De regering van Suriname heeft een Extended Fund Facility Agreement, EFF, afgesloten met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, om de economie te stabiliseren, de schuldpositie te herstructureren en om het groeipotentieel van Suriname te verwezenlijken. Om dit programma beter tot uitvoering te brengen, is er vandaag een Memorandum of Understanding, MOU, getekend met de Suriname Economic Oversight Board, SEOB. Dit is een initiatief van het Surinaams bedrijfsleven en de Surinaamse bankiersvereniging en zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF Stabilisatie- en Herstelprogramma. Tijdens deze ondertekening stond de minister van Financiën en Planning, Stanley Ragubarsin, stil bij het te bereiken doel van de MOU. Werk wat hier vooral plaats gaat vinden is intellectueel werk, maar het is ook werk zodanig dat het de gemeenschap kan bereiken. Werk dat doorgaans een moeilijk karakter heeft, macro-economie, allerlei moeilijke ingewikkelde cijfers, maar zodanig dat de totale gemeenschap erbij betrokken is en dat die informatie op een begrijpelijke wijze de gemeenschap kan bereiken. De brug slaan tussen staatsbestuur, de brug slaan tussen moeilijke maatregelen en de gemeenschap. Waarom gebeurt wat er gebeurt? Waarom niet op een andere manier? Waarom is het belangrijk om monetaire reserves te hebben? En wij zijn de initiatiefnemers en degenen die gaan participeren daarin, zijn we uitermate dankbaar. Omdat hier wat ingebracht wordt is intellect, is de brug slaan naar de gemeenschap. Wat vooral ingebracht wordt is liefde voor Suriname en het inzien van de noodzaak en acties daarop nemen van het met elkaar samen doen. De MOU is mede ondertekend door de minister van Financiën en Planning, de governor van de Centrale Bank van Suriname en vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven. Verder zal de SEOB worden bemand door maximaal 10 vertegenwoordigers uit zowel de private als publieke sector die op vrijwilligersbasis deelnemen. De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, de Raad van Vakcentrales Suriname Ravaxuur, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB en de Surinaamse Bankiersvereniging, SBV, zijn enkelen uit het bestuur. Voor de vertegenwoordiger namens het bedrijfsleven, Eblen Franchi, was het belangrijk dat deze groep haar inzet moest geven aan dit geheel. Hij legde nadruk op hun eigen inzet met als uitzicht betere tijden voor ons land. We hebben er alle belang bij dat het IMF-programma uitgevoerd wordt, zodat de economie weer op de rails kan komen en dat we dus naar een groeifase kunnen gaan. We willen ook benadrukken dat dit geen overheidscommissie is. Dit is echt een initiatieve MOU tussen een aantal partijen. En het initiatief komt van het bedrijfsleven. De kosten voor wat betreft de monitoring, het inhuren van deskundigen en het opzetten van een secretariaat wordt volledig door het bedrijfsleven gefinancierd en niet door de overheid. De rollen die we vervullen binnen deze MOU zijn ook allemaal niet vergoed door de overheid. Dus het is allemaal, zoals de minister zei, liefde voor Suriname. En uiteindelijk hopen we hiermee en beogen we hiermee om vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld onze bijdrage intensiever te kunnen leveren om die overheid te kunnen ondersteunen. Harry Dorini, directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden bij de Centrale Bank van Suriname, geeft aan hoe dit programma de tekortkomingen van het monetair beleid kan opvangen. Wat wij vooral bogen nu via de Centrale Bank is stabilisatie. Dat wil niet zeggen via de Centrale Bank, ook via het ministerie van Financiën. Het is een gezamenlijke taak van Financiën en de Centrale Bank om de economie duurzaam te stabiliseren en dan weer te krijgen op een gezond groeipad. En dat gezond groeipad moet vooral door het bedrijfsleven worden ingevuld. En ik denk dus dat vanuit zo'n economic oversight board er goede discussies op gang zullen komen om die economische groei op gang te brengen. Want in feite, wat wij al eerder hebben meegemaakt, is dat je stabilisatie hebt gehad van de economie, maar niet van de groei. Want
Het komt erop neer dat die groei vertaald moet worden naar de zakken van de mensen. Naar een beter liefsituatie voor de mensen. En ik denk dat we die richting moeten opgaan. Met die verstande dus dat wij voor dit jaar een inflatiedoelstelling nastreven.